think he's played? I would say there's evidence of it, yeah. You know, everything that we're talking about, I think he's a dupe. I mean, if he were on the stock market, I'd be selling now. Dino Boutersen zit in de cel in New York, verdacht van het bezit van zwaar kaliber vuurwapens, drugsmokkel naar Amerika en banden met Hezbollah. Hij wordt gepaaid in een bepaalde richting. Boutersen wordt gearresteerd in Panama na uitgebreid undercover onderzoek van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA. Vanaf december 2011 doen de DEA-agenten hun geheime werk. Ze filmen gesprekken met Boutersen waarin ze hem veel geld beloven en betalen. Boutersen spreekt over zware wapens, drugs en paspoorten die hij kan leveren. Het staat uitgebreid beschreven in de telastenlegging. Boutersen zei dat er wapens klaar zouden staan voor inspectie in Suriname. Zoals afgesproken kreeg hij $2 miljoen cash. You want to be somebody who pretends to be big and can do anything. I'm going to use that. And I'm going to get it on film. And I'm going to sell that. That's the way criminal informants think. Het onderzoek leidt tot een overdaad aan strafbare feiten. We leggen de aanklacht voor aan twee deskundigen. Internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops en aan deze man. Michael Levine, 20 jaar lang undercover agent voor de DEA. Hij deed honderden undercover operaties en is nu getuigendeskundige in zaken waar undercover onderzoek aan vooraf ging. Levine zag in de afgelopen jaren hoe de DEA-agent veranderde. Van goed getrainde agent tot premiejagende buitenstaander. They're paid in essence by case. Some of them who become adept professionals at making cases, they may be on the payroll. But they are not empowered to carry guns. There's no retirement. They're not official employees. They're criminal paid informants. Now, I use the term criminal informants because they are committing crimes. When you read this affidavit, what you see is they are out committing crimes in different countries. And how much money would they get paid for a case like this? More than $1 million would not surprise me. Uit de dagvaarding blijkt dat de meest belastende feiten het resultaat zijn van het werk van undercover agenten van de DEA. Zij beloven Boutersen van alles en die gaat er graag op in. We hebben antitankwapens nodig, explosieven, mijnen, raketwapens. Boutersen? Oké, daar heb ik 2 maanden voor nodig. De essentie is eigenlijk, zijn al die handelingen die nou in deze aanklacht zijn beschreven, zijn die nou zelf door de heer Boutersen ontwikkeld, komt het uit zijn brein? Of is hij ertoe aangezet? Is hem iets lekkers voorgehouden en heeft hij gehapt? Of heeft hij überhaupt nooit plannen gehad om deze handelingen te doen? Na een paar maanden gaan de agenten een stap verder. Ze doen zich voor als tussenpersonen voor Hezbollah. Ze vragen om paspoorten, faciliteiten en wapens. Zogenaamd voor Hezbollah-strijders die in Suriname acties tegen Amerika willen voorbereiden. Dus hij wordt gepaaid in een bepaalde richting. Je ziet ook in zijn reacties dat hij aan zijn collega's zegt, ah, we hebben nou de jackpot. Dus hij raakt opgewonden door wat hij hoort, wat hem in het vooruitzicht wordt gesteld. Ja, en dat kan hem dus hebben getriggerd om meer te gaan doen dan hij aanvankelijk had bedoeld. Op de vraag hoeveel Boutersen kon verschepen, zei hij, we gaan 20 kilo per week doen, 1 zak cocaïne per week. Dat is wat we gaan doen. There are periods of time that go totally unaccounted for. For example, the first meeting in this indictment is February 1st, and then the next televised meeting is June. Now, are you going to tell me that this man who is allegedly connected to Hezbollah, that you as a US government agent couldn't document any single contact between Mr. Boutersen and even the Lebanese? Are you telling me that in that period of time, you as government agents couldn't document Mr. Boutersen talking to a real drug trafficker other than your criminal informants? These are glaringly missing pieces of a puzzle that I, as a DEA supervisor, would want to know. Maar de verdenking van cocaïne, smokkel en het bezit van zware wapens vallen in het niet bij de derde aanklacht, die van terrorisme. Want dat ligt heel gevoelig in Amerika sinds 11 september. En zeker hier in New York, waar Dino Boutersen terecht staat. Judges since 9/11 are very pro-prosecution.
So, you know, it depends. When the defense attorneys start to fight for example, discovery, they want to get into the informant files, they want to see how much money was paid the informants, they want to see how much of an award was paid the agent. Some judges may not give it to them. Dino Boutersen hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. Zijn rechtszaak ligt politiek gevoelig, gaat om veel geld, om publiciteit en is bijna geheel het resultaat van undercoverwerk. This man had no indications in any of his records that he was capable of doing major cocaine or that he had any terrorist activities or not even a phone call to the Middle East. I would suspect that the entire case was a fabrication of the informants, and of course, you know, from what I see, it's a suspicion right now. Je ziet dus wel dat die DEA heel geraffineerd, dus iedere keer hem voedt met allerlei, houdt hem allerlei worstjes voor. En dat zit wel in het grijze gebied tussen toelaatbaar en ontoelaatbaar handelen. En dat grijze gebied, daar heeft die DEA denk ik hier heel slim van gebruik willen maken. En het is de vraag of de federale rechter dat zal accepteren. What I see is evidence that he is a dupe, you know, and he's an attractive dupe. That is, if I was the criminal informant and you were any head of any government, particularly one that may be not popular to the U.S. at this particular time or whatever the situation may be, and getting you to be a terrorist and a drug trafficker would yield monster headlines, huge headlines, awards for the agent. Yeah, you become a great target.